Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls, welkom bij alweer een nieuwe video. En vonden jullie de intro tof? Moet ik die intro weer eens opnieuw doen? In een andere video zo. En vandaag gaan we dus de kwartfinale of de achtste finale zoals was. De achtste finale van de Champions League bespreken als mijn Google goed lopen gaan. Want ja, we hebben heel wat te bespreken. We hebben heel veel wedstrijden te bespreken. UEFA Champions League, achtste finale. Wedstrijd 2 van 2. We gaan eerst naar de wedstrijd 1 van 2. PSG was dan natuurlijk gewonnen tegen Real Madrid. En wat heeft Real Madrid toen gedaan? Verloren. Maar die zijn natuurlijk ook door. Dus ja. Wie stond er toen in het ding van PSG? Donnarumma, Hakimi, Marquinhos. Maestro, Kimpembe, 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 Kimpembe. Kimpembe. Mensch, Verratti, Paredes, Pereira, Di Maria, Messi en Mbappé, Vinicius Junior, Benzema, Asensio, Modric, Casemiro, Kroos, Ferland Mendy, Alaba, Eder Militao, Carvajal. Met het nummer 1. Thibaut Courtois. En Courtois stonden toen in het team van Real Madrid. En ja, Kylian Mbappé heeft 1 doel gescoord. In de 90ste minuut. 90 plus 4. Dan Sporting CP Manchester City. Dat was toen Adan, Ignacio, Coates, Reis, Porro, Palinha, Luis, SGO, Sarabia, González en Palinha stonden voor Sporting Club de Portugal. En Ederson, João Cancelo, Laporte, Diaz, Stone. Nummer 7. Kevin. De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Foden en Sterling stonden toen in het team van Manchester City voor een 5-0 overwinning. Die het had. Mahrez, Mena Silva 2 keer. Sterling, allebei 1 keer. Dan Red Bull Salzburg, Bayern München, Filip Koen, Christensen, Solut, Weber, Ulmer, Tijbal, Camara, Capaldo, Aronson, Okafor en Adeyemi stonden voor Salzburg. En Ulrich, Hernandez, Süle, Pavard, Kimmich, Tolisso, Coman, Sané, Müller, Gnabry en Lewandowski stonden op de 11 van Bayern München. En dat was een 1-1 gelijkspel. Coman in de 90e minuut, maar Adamu in de 21ste minuut. Dan hebben we Inter-Liverpool. Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic, Martinez en Zeko stonden voor Inter op het veld. Alisson, Van Dijk, Robertson, Konaté, Alexander-Arnold, Elliot, Fabinho, Thiago, Mané, Jota en Salah stonden dus in op het veld voor Liverpool. En Roberto Firmino en Mohamed Salah hebben gescoord. Dan Chelsea, Lille. Wie stond er voor Chelsea op het veld? Edouard Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta. Kanté, Kovacic, Alonso, Ziyech, Havertz en Pulisic. En voor Lille stond Leonardo, Jalou, Botman, Fonte, Celik, Sheka, André, Bamba, Onana, Sanchez en David op het veld. En dat is 2-0 geworden voor het voordeel van Chelsea. Eén keer Kai Havertz en één keer Christian Pulisic. Dan gaan we door naar Villarreal Juventus. Dan was het Rulli, Voigt, Albiol, Torres, Pedraza, Chukwueze, Chapoué, Parejo, Moreno, Lo Celso en Groeneveld stonden voor Villarreal. Szczęsny, Alexandro, De Ligt, Danilo, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, De Siglio, Marotta en Vlahovic stonden op het veld in een 1-1 gelijkspel. Won Juventus tegen Villarreal. Vlahovic heeft in de eerste minuut gescoord en Parejo in de 66ste minuut. Dan gaan we door naar Atletico Madrid met United. Oblak, Savic, Jimenez, Reinildo, Verschalko, Llorente, Kondogbia, Herrera, Renan Lodi, Correa en João Felix stonden op het veld voor Atletico Madrid. De Gea, Shaw, Maguire, Varane, Lindelof, Fred, Pogba, Rashford, Bruno, Fernandes, Sancho en Cristiano Ronaldo stonden op het veld voor Man United. En João Felix en Elanga hebben gescoord. Dan gaan we door naar Benfica Ajax. De laatste wedstrijd van de eerste wedstrijd van de twee. En Vlago Dimos, Gilberto, Antoamendi, Konga, Grimaldo, Silva, Tarabt, Weigel, Everton, Gonzalo Ramos en Nunes stonden voor Benfica. Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberg, Alvarez, Antony, Berga, Tadic en Haller stonden voor Ajax. Dusan Tadic en Haller hebben gescoord voor Ajax toen. Dusan Tadic heeft... Sebastian Haller heeft toen ook een eigen doelpunt gemaakt. En Roman Yaremchuk heeft ook tegengeprikt voor Benfica. Dan gaan we naar de wedstrijd 2 van 2. Bayern, Red Bull, Salzburg. Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Sané, Coman, Lewandowski. Dan hebben we voor Red Bull Salzburg, Koen,
Christensen, Solet, Weber, Ulmer, Seibel, Camara, Cavaldo, Aronson, Adamu, Adiemi. In 7-1 gelijk, in 7-1 nederlaag voor Salzburg. Robert Lewandowski heeft in 12e minuut, 21e minuut en 23e minuut gescoord. Serge Gnabry heeft in 31e minuut gescoord. Müller 54e en 83e. En Sané in 85e minuut. En Kjaergaard heeft in 70e minuut nog gescoord. Dan hebben we Liverpool, Inter. Dan is Alisson, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson, Jones, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Jota en Mané. Jota en Mané stonden dus ook op veld voor Liverpool. Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Çalhanoğlu, Perisic, Martinez en Sanchez hebben op het veld gestaan voor Inter. En Lautaro Martinez heeft gescoord in 61 minuut, maar het is cumulatief 2-1 geworden dus. Liverpool is deur. Dan Sporting CP, Manchester City 0-0. Ederson, Egan Reilly, Stones, Laporte, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Gabriel Jesus, Foden, Sterling voor Manchester City. Dan Adon, Carlos, Sebastian Coates, Gonzalo Inacio, Pedro Porro, Tabata, Ugarte, Reis, Sarabia, Paulinho en Slimani stonden in een gelijkspel op het veld voor Sporting CP. En Ederson is gewisseld door... Ik weet niet of Ederson nu geblesseerd is of niet. Maar Scott Carson is erin gekomen. Waarschijnlijk was hij geblesseerd geraakt, Ederson. Dan hebben wij Real PSG. 3-1 voor Real. Benzema is 61, 76, 78. En Mbappé heeft in de 39e minuut nog ingeprikt. Voor Real stond Thibaut Courtois, Carvajal, Eder Militao, Alaba, Nacho, Federico Valverde, zal ik het zo zeggen. Toni Kroos, Modric, Asensio, Benzema en Vinicius Junior stonden op veld voor Real. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nunmens, Danilo Pereira, Paredes, Verratti, Messi, Neymar en Mbappé stonden op veld voor PSG. Dan hebben we nog 4 matchen te gaan. Man United, Atletico Madrid. 0-1 voor Atletico, Renan Lodi. En Atletico is dus door. David De Gea, Diogo Dalot, Varaan, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho en Ronaldo stonden op voor United. Oblak, Savic, Jimenez, Renildo, Herrera, Llorente, Renan Lodi, De Paul, Koke, Griezmann en João Felix stonden op voor Atletico Madrid. En dan hebben we nu Ajax Benfica. Wie stond daarop? André Onana, Mazraoui, Timber, Lissandro Martinez, Dele Blind, Alvarez, Gravenberg, Antonis, Berghuis, Tadic en Haller stonden op voor Ajax. Flaco Demos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Tarabt, Weigel, Silva, Gonçalo Ramos, Everton en Nunez stonden op voor Benfica en een 0-1 overwinning voor Benfica. Spijtig genoeg is mijn clubje uitgeschakeld. Ajax, dat doet me zeer, maar volgend jaar beter. Darwin Nunez in de 7-6. Dan hebben we Juventus-Villarreal. 0-3 voor Villarreal. Dus Villarreal is door. Weer als Juventus uitgeschakeld in de achtste finales. Gerard Moreno, Torres, Pau Francisco Torres en Arnaud Danjuma hebben gescoord in een 0-3 overwinning voor Villarreal. Chesney, De Ligt, Danilo, Regani, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, De Siglio, Vlahovic en Morata stonden op voor Juventus. Rulli, Aurier, Albiol, Torres, Estupiñán, Pino, Jeremy Pino, Capoue, Dani Parejo, Manu Trigueros, Lo Celso en Groeneveld stonden op voor Villarreal. En dan hebben we nog één laatste wedstrijd die ik nog graag met jullie wil overlopen. Dus Lille OSC tegen Chelsea. Dat was een 1-2 overwinning voor Chelsea. 1-4 in totaal geworden cumulatief is Chelsea door. Dus Christian Pulisic en Azpilicueta hebben gescoord voor Chelsea. En Burak Yılmaz heeft gescoord voor Champions League. Wat zeg ik nu? Voor Lille. En voor Lille stond op Leonardo, Celik, Fonte, Poltman, Thiago Diallo, Bamba, André, Cheka, Gudmundsson, Yılmaz en Jonathan David stonden op. Edouard Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, César Azpilicueta, N'Golo Kanté, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso, Kai Havertz en Pulisic stonden op voor Chelsea. En de kwartfinales die worden binnenkort gespeeld. Waarschijnlijk zijn de kwartfinales wedstrijd 1 al gespeeld als deze video online komt. Maar dan zo zijn jullie weer bij de kwartfinales. Dus Benfica Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal Bayern en Chelsea Real. En dan de week, 2 weken erachter,
een week erachter, nee, zelfs een week erachter, zit Bayern, Villarreal, Real Chelsea, Atletico Madrid, Manchester City en Liverpool, Benfica. Volgens mijn gevoel gaat Liverpool door, Real of Chelsea gaat door, Bayern gaat door en Atletico of City, ik weet het nog niet. Dan is de halve finale en de finale wordt op 28-5 in het Stade de France gespeeld, omdat in Brussel niet meer mag. Maar dan was dit zo'n beetje de video. Hopelijk hebben jullie genoten van die video. Ik zie jullie guys graag terug in een volgende video. Maar weer. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Altijd Dylan. En ik ga ervoor zorgen dat deze video zo snel mogelijk online komt. Misschien nog voor de kwartfinales. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Altijd Dylan. En ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Joe!